Oh, nee, nee, ik stond erop. Nee. Oh, ik zie het. Oh, ik stond erop en ik rijd gewoon heel droog in de achteruit. Ik wist precies wat ik doen moest. Hey, kijkers van mijn kanaal, dit is Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe... Mooie jump, mooie jump. Oh, ik moet je iets achter zetten. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een Splink Splint, een nieuwe GTA 5. Gijs, kan je nog eens keer wat zeggen? Gijs? Oh, hallo? Splink Splint, een nieuwe? Gijs? Tuurlijk. Hi. Kan je nog eens een keer wat zeggen? Hi, hallo. Hallo, lieve kijkertjes van de Dutch Terms. Hallo. Oh nee, oh nee. Het is een beetje een band hier. Ja, het begint ook echt heerlijk. Ik word van alle kanten beschoten. Skype loopt in één keer te kutten. Gijs, ben je nou weer weg aan het vallen? Nee, ik ben er nog gewoon nog. Hallo. Ja. Dit is best wel een kut. Stressvolle race. Ik weet het beter gemaakt. Fuck deze shit. Kan ik uitstappen? Nee. Ah, oh, er staat hier een F-16. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon in de straaljager. Maar dit is echt een beetje een chaotisch begin. Gijs die dacht van, weet je wat, fuck dat. Ik begin wel gewoon met de opname en... Ik druk gewoon op start, YOLO. Ja, ik moest nog alles klaarzetten. Dus vandaar, ik was daar druk mee bezig. Ik heb er gewoon zin in, oké? Ik heb allemaal leuke jobs voor ons gekozen. Ja, ja, dat geloof ik wel. Maar ik ben ook bezig. Wat moet je doen eigenlijk hier? Ik heb geen idee. Ik ging net ook al dood. Oh, nee! Nee, ik stond erop! Nee! Oh, ik zie het. Oh, ik stond erop en ik rijd gewoon heel droog in de achteruit. Ik wist precies wat ik doen moest. Je moet gewoon... Oh, checkpoint gehaald. Oh, hey, ik ook. Wat leuk. Het is een beetje robbelig. Oh, en een beetje vliegen. Het is robbelig. Hoppa, Vincent is weg. Oh, waar gaat mijn auto heen? Gijs, kan je nog eens een keer wat zeggen? Want ik wil even toch geen audio. Godverdomme, Vincent. Ik ben helemaal een beetje beu van wat de dingen zeggen tegen jou. Ja, maar jij zit echt te dicht op je microfoon, waardoor dat hele ding... Nee, wacht even. Moet ik dan meer zo, Vincent? Hey. Hoe? Ik kan ook mijn microfoon verder wegzetten. Wat moet je hier nou weer doen? Oh, Gijs, kan je nog eens keer wat zeggen dan? Tuurlijk kan ik nog wel een keer wat zeggen, hoor. Nee, Vincent. Er zit echt een hele rare piep op je mic. En dat is echt geen grap. Als vraag de kijkers maar na. Het is echt geen grap. Je gaat zelf af. Oh, wacht. Nee. Oh, hey, Vincent. Hey, veel beter dit. Hey. Skype vond het leuk om mijn microfoon op 100% te zetten. Wat is hier de bedoeling van eigenlijk? Ik sta nu hier eigenlijk. Maar Skype heeft nu je microfoon op 100 gezet. Nee, ik heb hem nu al matig zachter gezet. Ja, maar... nu ben je veel beter te horen en ook veel duidelijker te horen. Dan klink ik dit, Safka, echt zin op om te praten. Ja, nu klink je veel beter. Anders was ik... Skype is bij mij zo buggy de laatste tijd. Oh, ik heb commentaar gekregen van een kijker. Oh. Ja, wij moeten geen video's meer maken met funny moments, want dit zijn geen funny moments. Nou, en toen dacht ik van, maar ouwe, je moet nagaan, funny moments zijn alle leuke stukjes van een video op een rij. Maar ik knip alle saaie stukjes er juist uit, dus wat hou je dan over? Alleen maar leuke momentjes! Ja, en dat vond de kijker dus niet. Of althans, één kijker vond dat niet. Nou, misschien is hij, denkt hij dat het zo'n andere soort funny moments is, zo'n compilatie. Ja, dat kan ook, maar dit zijn ook funny moments. Oh mijn god! Ik ram iemand zomaar van de politieauto af! Oh, ben je een beetje boefje? Ik ben heel boefjes. Maar, ja. Boef jij of boef ik? Ik Bob. Oké, maar ik sta wel eerst, hè? Of tweede? Ik sta tweede. Oh, jij cheater. Ik moest gewoon jouw audio fixen. Ik moest alles regelen en jij gaat gewoon keihard eerste worden. Vincent, ik wil jou gewoon als goed begin de DNF gaan geven. Ja, man. Dit is echt niet eerlijk. Dit is echt niet eerlijk. Ik vind het echt niet cool van je. Wil je een koekje? Nee, ik wil eerst de plek van jou terug. Oeh, bijna een paaltje. Heb jij, trouwens, ik wil dit toch wel even met iedereen delen. Heb jij de prank van Roman Atwood gezien, dat hij zijn kind over het balkon gooit? Nee. Oké, dan moet je toch even een nieuwe gaan kijken. Maar het klinkt meer als zo'n Michael Jackson actie, eerlijk gezegd. Nee. Blinky, ik ga hem je sturen. Ja, Blinky. Maar je gaat echt helemaal lachen als je hem gezien hebt. Dit is nog best lastig zo. Nee hoor. Nu planken! Zo, auto niet gaan, laat me niet in de steek. Oh. Heb je hem gehad? Oh, ik heb hem gewoon gehaald. I believe I can touch the checkpoint. Wow, er schoot gewoon een of andere pieper door me. Oh, je hebt gewoon custom auto aan. Wow, het duurde lang genoeg om daar eens achter te komen. Het was eigenlijk niet mijn bedoeling, maar ik moest wachten, dus... En toen was het ineens, oh. Dus jij hebt ten eerste heb je gewoon gecheat. Ten tweede heb je gewoon nog je eigen vervoersauto gepakt. En vervolgens... Oh, jij bent echt een... Oh, vuile rat. Ik vind het leuk dat je er nu pas achter komt. Ja. Dat vind ik het allermooiste nog, hè. Ik zie het aan de banden, vriend. Ja, je ziet...
Je zie het niet gewoon aan de kleur en dat er strepen op mijn auto zit. Gigantisch kat zit er op mijn motorkap. Nee, daar kijk ik toch niet naar. Ik kijk niet naar katten. Niet naar jouw kat in ieder geval. Kijk je niet naar mijn poes? Nee, ik kijk niet naar jouw poes. Ja, hij is best harig en groot. Doei, Gijs. Dag, Vincent. Oh, waar ga je? Fucking bitch dat je er bent. Gewoon hacken, joh. Nee, spelen met voorbedachte raden. Echt niet, je hebt toch gewoon gehackt? Nee, anders had ik nou wel een straaljager. Hey, over alle checkpoints heen vliegen. Nee, kut jeep, ga iets doen met je leven. Ja, en alsnog ben ik eerste. Ik liet je winnen. Ja man, zou ik ook zeggen. Goeie smoes. Goeie, hè? Goeie smoes, hele goeie smoes. Jij hebt echt een hele goeie smoes. Dankjewel, Vincent. Jij hebt een hele goeie smoes. Allee, zeg een hele goeie smoes. Maar u heeft een hele smerige poes. Dat klopt helemaal niet. Hij is heel schoon. Ga je poes wat, joh. Oh, ik heb trouwens iets nieuws, maar dat ga ik lekker niet verklappen. Wat ik heb, en dat zie je binnenkort lekker in de vlog. Oké. Op naar de volgende match. Hallo dames en heren, jullie weten dat ik altijd graag in een adder rij. Ik heb 10.000 echte monies op me ingezet. Ik heb deze keer custom vehicles uitgezet. Heb je ook geld op je ingezet? Nee, ik ben triest. Ik heb een probleem met mijn ogen trouwens. Ik heb geld op me ingezet. Wil je geld op je inzetten? Kijk even naar mijn poppetje. Ik heb iets aan mijn ogen zitten. Oh, dat heb ik al vaker gehad. Wow. Nee, heb je het gezien in mijn ogen? Ja, hoe heb je dat gedaan? Hey, met de kracht van regenboog. Wow. Valt je auto ook naar beneden? Ja. Hey Vincent, welkom bij The Art of Troll. Deze map vond ik zomaar en het leek me heel leuk om deze met jou te gaan doen. Ik heb nog niet eens gas gegeven en ik ben al rank up soldier. Oh, ik lig ergens beneden. Wat houdt dat in, rank up soldier? Dat je een niveau omhoog bent? Je zit niet bij mij in een crew, dus je kan niet in een crew hoog zijn. Oh. Ik ben gewoon bijna zonder gas te geven ben ik over de eerste checkpoint gekomen. Dat is toch goed? Mijn auto is een beetje aan het hobbelen. Let it troll, let it troll. Wist je dat er een nieuwe Frozen film komt? Ja, heel kort maar krachtig, maar niet eens goed bewerkt of zoiets. In maart, en dan moest het een verhaal voor Assepoes, nee, of Sneeuwwitje, of... Ja, in ieder geval, ik voel me net Ronald. als je Ronald een keer echt flink aan het nadenken wil laten zetten, begin over sprookjes. Of je me laat Ronald gewoon een sprookjeserie maken, of vind je niet? Ik wil nog steeds een sprookjesboek voor kerst gaan geven. Zodat hij alle sprookjes een keer goed kan gaan leren. Hij vond dat niet zo'n leuk idee. Ik wel. En heel veel volgers ook. Dus. Ik vind het ook wel een leuk idee. Ja, toch? Gewoon zo'n groot sprookjesboek zoeken ergens op bol.com. En dan, hier, Ronald, veel plezier. Kan hij een keer de Sneeuwwitje en de 7 prinsessen niet door elkaar halen. Weet je wat ik het leuke van dit soort race maps altijd vind? Is dat je op plekken komt waar je eigenlijk normaal anders nooit zou komen. Ja, wat? Wat moeten we hier doen? Kan je gewoon over het hout? Yep. Oh, mijn auto heeft er gewoon geen zin in. Heb je de adder genomen? Ja, ik heb wel de adder genomen. Pff, ik ga nou de Centorno nemen. Nou, die had ik net omdat jij zo snel als een idioot doordrukte. Pff, gaan we weer de doen. Pff, op man. Kinderachtig. Jij of ik? Ik. Pff, en zondag pff, ik hem weer. Waar ga je heen pff, dan? Naar Pfland. Even op joh. Pfff, kind. Beetje tijd mij pfffen. Hey, pfff, even op. Oh, wat is dit een rotrace, jongen? Nee hoor, ik sta lekker eerste. Ik kom gewoon Ik heb 10.000 ingezet. Hoppatee. Ik gun jou gewoon het geld. Oh nee, deze grap ga je toch niet. Als je me nu toch eens zou kunnen zien zitten. Mijn auto was gaan draaien en voor de laatste checkpoint zat ik vast. Fuck you. Mijn plan, oh nee. Ben je al uit de bergen dan? Ja, ik zit nu bij de houtbedrijf. Fuck you. Wow! Oh, ja, kom, goed zo. De checkpoint. Wow, gaat. Dit was vet! Jij gaat dit sowieso vet vinden, dat weet ik nou al. Als ik hem ooit haal zonder een DNF te krijgen. Dat gaat je niet lukken, maar de stunt die eraan gaat komen ga je wel heel tof vinden. Het is een of andere rare slinger. Een rare slinger. Verjaardagsslinger of gewoon een rare slinger? Een rare slinger. Ga jij kerstkaarten sturen? Nee. Jij? Nee, denk ik het ook niet. Mijn ouders die versturen ze altijd, dus ik hoef dat niet te doen. Chill, opgelost. Wil je nog echt een what the fuck moment hebben? Nou? Als ik je dit verhaal ga vertellen, dan ga je echt eerder steen maar zeggen, Gijs, what the fuck. Oké, je bent zeker weer naar een feest gegaan en dan was je weer een kijkje. Nee, het heeft een keer niet met mij te maken. Met een peuter. Je reed naar huis
een peuter en een volwassen vent. Wat dan? Ergens in Engeland is er een vent geweest in een of andere supermarkt. Ja. Die heeft een schroevendraaier in een peuter zijn kop gestoken. Wat dan? Dacht hij dat The Walking Dead langskwam? Ik heb geen flauw idee wat de reden was. Ah, zombie! En weet je wat het mooie is? Toen de moeder het ontdekte, ging de dader op de vlucht. En daar is toen deze video is opgenomen, is hij nog niet gevonden. Dus ik zeg ze van... Dus je wil zeggen dat in heel die supermarkt geen één camera op dat moment was. Je kind gewoon onbewaakt achterlaat. Goed what bezig, ouders. Fuck, Amerika. Hoe oud was het kind dan? Engeland trouwens, hè. Oh, hoe oud was het kind dan? 7 of zo. Oh ja, dat is wel vervelend. Dan moet je 7... Goed nieuws. Kind heeft overleefd. Wat? Echt? Ja. Het is toch fucking vet dat je later op school komt van... Hey, ik heb een schroevendraaier in mijn kop gehad, jongen. Ja, wie heeft dat dan gedaan? Ja, een wildvreemde vent in de supermarkt. Ja, dat gebeurde in de supermarkt, hoor. Nu in de bonus. Schroevendraaiers. Kindvriendelijk. Gijs? Hi. Hallo, Vincent. Ik ben er bijna, dat scheelt. Ik moet alleen deze jump zien te halen. Oh. Ze ben je. Oh, we hebben hem gehaald. Oh. Perfect. Vincent, ik ga hem halen. Ik heb hem al gehad. Ja, maar ik ga hem ook halen. Dus ik heb geen DNA. Wow, hoe kom je aan die bruine kleur? Waar is die lichtblauwe? Die is weg. Oh, meen je dit? 3, 2, 1. Heb ik hem nou gehaald of niet? Wat heb je? Oh, wat zal het zijn, Vincent? Wat zal het je hebt toch al het staan? Wat heb je? DNF of niet? Wat heb ik, Vincent? Ik denk dat je tweede bent geworden, gok ik. Yes, ik heb hem gehaald. Ook maar net, maar dat maakt niet uit. Wow, ik heb ook een blauw oog, zie je dat? Je hebt meer blauwe dingen. Jongen, jij hebt blauwe dingen. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe GTA. Vond je dit leuk? Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Abonneer op mijn kanaal, dit is Terms G-Typo. Zien wij graag jullie de volgende keer weer bij een nieuwe GTA 5. Tot de volgende keer. En mensen, laten we weer lekker veel likes halen. Ik zeg zoals gewoonlijk tegen jullie altijd. Ciao! Yo!